Het gevaar bij FC Eindhoven leidt hem in de counters. En dat zien we al na 3 minuten als Marcelo Lopez er toch in is. En de 1-0 maakt het voor de gasten uit Noord-Brabant. Het is een counter. Trainer René Haken hier de van Waskorgen. En zien Waskorgen komt dus uit. Maar Cambuur reageert al gauw, want binnen 20 minuten zetten de Leeuwarders Wadder op zaken. Hier krijgt Isaac Calon de bal. Hij geeft boeten om op snelheid, jouwt de bal voor. En dan is het voor Kevin van Kippensluis een kort kunstje om de Liekmakker binnen te tikken. Het is zijn 5e competitiedoelpunt van dit seizoen. En een belangrijke, want hij zet Cambuur dus op 1-1. Maar lang kennen de Leeuwarders net genietje van die Liekse staan. De bal komt hier voor de voeten van Alvin Daniels en hij shit de bal in de vierde hoek. Het is 2-1 voor Eindhoven. En dan is het uitrekken Alvin Daniels, de oud Cambuur-speler, die de goal maakt. Cambuur rint dus voortdurend weer achter de feiten aan. En het kan nog volle slimmer, want het is hier op een eind Daniels met Scott in de kwarte hoek. Maar de goede redding is daar van Cambuur-keeper Xavier Maus. In de tweede helft is de eerste kans ook weer voor Eindhoven. Het is Sammy Bouraar die hier uithelt. Maar Scott keert op de peel. En Cambuur komt dus goed waar je het hier al volle dikker eftersteen kan. Lid Cambuur dan neer Chen? Nou, jawel, maar het hoort naartoe. Dit is een kansje van Nigel Roberta. Maar het is Scott weer pakt terug Ruud Swinkels, de keeper van Eindhoven. Sjucht ek Cambuur-trainer René Haken. En die sjucht ek dat het in de eindfase toch nog misgeet. Het is uit een hoekskop. Jarno Jansen die de bal voor de voeten krijgt. En hij tikt de trein hier binnen. En dan is het Dien verliest Cambuur dus. Al kan het nog volle slimmer als Elton Kabangu hier naar de groen tikken wordt. De bal giet op de stip. Kabangu neemt zelf de strafskop. Maar tot 2 keer ta redt Xavier Maus. Hij voorkomt een dikkere nederlaag van Cambuur. Het beeld bij Traijen en dus gaat Cambuur onderuit tegen de nummer 5. Nou, ik denk dat het wel een schandalige prestatie is vanavond. Ja, op het begin was er een stilte. Ik denk wat we vandaag hebben laten zien dat het niet goed is. We wouden gewoon voor de overwinning gaan. Ik denk dat dat ook moest. Maar ja, we krijgen 3-1. Klopt eigenlijk. Je ziet dat je vanavond ook weer de raarste uitslagen. Maar weet je, het gaat alleen maar om ons. En als wij thuis tegen Eindhoven spelen, moeten wij gewoon van Eindhoven winnen. Maar met zo'n instelling gaan we van niemand winnen.